In het weekend van 6 en 7 juli hield men aan het Zand in Sleewijk Open Tuin met Kunst. Vanaf 11 uur was men van harte welkom in de schilderachtige tuin en boomgaard van Aart Jongerden. Daar kon men, naast het natuurschoon, volop genieten van de tentoongestelde kunst. Hoe zijn die twee zo samengekomen? Een kunstexpositie en een hele mooie tuin. Nou, een tuin die ontstaat. Mijn vrouw is er vroeger mee begonnen en toen tuinde ik helemaal niet. Ik had er geen tijd voor en mijn vrouw overleed. En toen zat ik daar met die tuin. Ik dacht, wat moet ik hier hebben? Wat moet ik ermee? Nou, toen leerde ik Edith kennen. En die zegt, die tuin, daar gaan we van alles mee doen. Dus we hebben de tuin herplant. En toen dacht ik, dat is eigenlijk een heel mooi podium voor kunstenaars. Dus vanaf dat moment heb ik kunstenaars uitgenodigd. Bijna elk jaar. Schilderijen van Riet Schrijf. Er is keramiek van Stanny Brede. En ook keramiek van mijzelf met wat beelden en vazen. De entree voor dit bijzondere evenement was gratis. Er waren diverse gezellige ziekjes gecreëerd. Daar konden de bezoekers in alle rust genieten onder het genot van een lekker kopje koffie of thee. Prachtige tuin en met bijzondere beeldhouwwerk, schilderwerk. Mensen die oprecht geïnteresseerd zijn en ook ervaren dat het wat hier gebeurt mooi is. Ja, ik vind het een heel mooi moment van de dag. En dat naast de deur nogmaals. Bijzonder. Ik zie hier mooie betonnen buizen staan. Hoe worden die gemaakt? Nou, dan zet ik u helemaal in de vaseline en dan neem ik medisch gipsverband. En dan gaan wij uw hele gezicht in de gips zetten. Dan doe ik een pijpje in uw neus dat u kan ademen. En dan moet u 10 minuten even stilzitten. En daarna maken we een mal. En dan hebben ze oma op de schoorsteenmantel. En de kleinkinderen ook nog. Want het gaat al even mee. De organisatie was erg blij met de nog jonge kunstenaar Tim Zwijnenburg. Zijn bijzondere sculpturen, gemaakt van oude ijzeren voorwerpen, waren erg in trek en maakten veel indruk bij het publiek. Ja, ik noem het dan scrap metal art. Eigenlijk samenstellen van onderdelen, gereedschappen. Allerhande materialen van ijzer. En op die manier een nieuw beeld construeren eigenlijk. Het zit hem in de vormen, de krullen en het maakt eigenlijk niet uit wat voor voorwerpen het zijn. Als ik daar maar nieuwe beelden aan kan geven en door het zo samen te stellen dat er een beweging in komt. En ja, ik vond het bij dat paard heel mooi om juist die combinatie tussen dat glimmende van het bestek en dan dat roest en de raderen om daar een beweging mee te maken, zeg maar. Al die lepels, vorken, noem maar op waar je iets van kunt maken. Dat is echt de moeite waard, ja.